Dit is het tweede filmpje van een driedelige serie waarin we kijken naar rantsoenen op verschillende bedrijven. Extensieve en intensieve bedrijven. We gebruiken tijdens dit filmpje het stappenplan van de rantsoenwijzer. De eerste stap is het beoordelen van het eigen ruwvoer. Vervolgens kijken we naar het huidige rantsoen en wat de koeien daarmee doen. In de laatste stap worden adviezen gegeven voor een verbetering van het rantsoen. Veevoeradviseur Bert van Asselt vertelt over het verschil tussen een extensief en een intensief bedrijf. Wat je met een wat intensiever bedrijf hebt, is dat er moet een gedeelte aangekocht worden. De aankoop is in energieproducten veel diverser mogelijkheden en goedkoper als in eiwitproducten. Dus dan ga je je eigen ruwvoer meer aan de eiwitkant wat omhoog proberen te krijgen door zoveel mogelijk eiwit in je eigen ruwvoer te krijgen. Dan kun je met relatief goedkope energie aankoop het verhaal weer compleet rekenen. Deze week zijn we op het bedrijf van Henny Oosterlaken in Montfoort. Henny heeft een intensiever bedrijf met ruim 100 melkkoeien. Sinds begin dit jaar rekent hij zelf het rantsoen van de koeien en stelt ook zelf zijn eigen brok samen. Ja, wij voeren sinds februari via mijn voer. En dat is ook eigenlijk wel omdat ik eigenlijk het voer best wel prijzig begon te vinden. En er ook wel grondstoffen in zaten die ik er eigenlijk liever niet in had. Daar zat ik eigenlijk langer mee, alleen mijn voer, ik moest even geholpen worden. En ik had iemand die kon me daar mee op gang helpen. En die is één keer bij me geweest. En vanaf die tijd doen we dat helemaal zelf eigenlijk. In combinatie met rantsoenwijzer. Ik zeg het is een combinatie, want ik moet wel constant kunnen blijven rekenen van wat ik in mijn rantsoen moet hebben. Dus eigenlijk vanaf die tijd doe ik het eigenlijk helemaal zelf in eigen hand eigenlijk. Een grote stap. Hoe doe je dat? Dus als ik nu een verandering van brok wil hebben, dan open ik twee schermen. En dan ga ik op mijn voer eens even rekenen van welke brok het beste past bij het rantsoen dat ik wil gaan voeren. En dan kan ik het in een hele korte tijd kan ik gewoon zien wat het beste past, zeg maar, bij mijn bestaande rantsoen. Het zelf samenstellen van het rantsoen heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo'n veehouder die heeft inzichtelijk van wat voor soort ruwvoer hij moet winnen om producten te kunnen kopen die te koop zijn. Ten eerste in de markt en die prijstechnisch interessant zijn. Ik denk dat zichzelf terugverdient op termijn. Waarschijnlijk door een betere efficiëntie van je voer. Uiteindelijk iets lagere voerkosten of een iets lager krachtvoerverbruik. Of een hogere eiwitefficiëntie. Om het rantsoen te beoordelen, kijken we eerst naar de kuil van Henny Oosterlaken. De kuil op zich zit wel grove delen in. Hè? Het is geen heel fijn gras. Het is wel gras met een grof blad, met een stengel. Ja. Maar je kunt wel zien door de kleur ook. De droge stofpercentage ligt niet zo hoog. Nee. En ja, je voelt hem, hij is zacht. Hij is geen harde stengel. Nee. Geen onverteerbare stengel, eigenlijk allemaal verteerbare delen. Ja, ik wil zien aan het product kortachtig, ja, pittig, ja, spul. Ja. Wel supergoed verteerbaar natuurlijk. Het is eigenlijk toch wel krachtvoerachtig, om het zo maar te zeggen. Ruikt ook heel goed hoor. Ja. Ja. Na de graskuil volgt de maïskuil. Mais is redelijk fijn gehakseld. Er komen weinig echte grove delen in terug. Wat belangrijk is bij maïs is dat de deeltjesgrootte eigenlijk hetzelfde zijn. Dat je niet dat je stukken blad ziet. En heel fijn spul. Het is een, je ziet het eigenlijk wel, het is een deeltjesgrootte die bijna identiek aan elkaar is. De korrel, die kunnen we hier terugzien. Die is goed geraakt over midden, 2, 3, 4 stukken. Als je de korrel pakt en je wrijft hem over je vingers, dat is eigenlijk een moment dat je hem goed uit kan wrijven, als boter uit kan smeren.
Dat is een teken dat hij redelijk onbestendig is. Op het moment dat hij zo hard wordt als dat deze is, want ik wil hem uitsmeren, maar ik red het niet, dan is die, de zetmeel, bestendig zetmeel, hoog. Dus dit is echt een harde, moeilijk smeerbare boter. Dus de bestendig zetmeel ligt op een hoog niveau. Is de mais goed rijp geweest? De tweede stap in de rantsoenwijzer is het kijken naar het huidige rantsoen. Op dit moment voer ik de kuil of de rantsoen december 2020. En klik ik die aan en dan kijk ik naar bekijk. Nou, dan zie je in het bovenste gedeelte zie je het ruwvoer wat je voert, zeg maar. In ons geval is dat een 17 kilo mais en 0,6 kilo stro. En graskuil silo 3. Dat is de kuil met drie lagen over elkaar. En daaronder hebben we dan het blok met bijproducten of droge grondstoffen. En in ons geval is dat dan een 1,8 kilo geplette gerst die erin zit. Een heel klein beetje soja 44 en 1,2 kilo bestendige soja. Henny doet veel met losse grondstoffen. Door water toe te voegen, beoogt hij selectie te voorkomen. Dan voldoende lang mengen. Daar ben ik op zich wel een voorstander van. En voldoende lang, wat is dan het criterium? Hoe lang is lang? Nou, dat is gewoon kijken. Het moet rul zijn. Ik wil geen dotjes meer tegenkomen. Dus en geen dotjes bedoel je plukjes? Kleine plukjes, ja. Ah, okay. Die wil ik eigenlijk niet meer tegenkomen in mijn rantsoen. Wat je een beetje ziet is eigenlijk dat je hier toch wel wat donkerder erop ziet. Zie je dat? Ja. Yeah. Je ziet hier een vliesje opkomen. En als je dan iets met je vingers erdoorheen gaat, dan zie je eigenlijk hem gelijk weer lichter. Yeah. En het vliesje is niet heel dik. Mm-hmm. Je ziet niet echt veel stukjes erin. Mm-hmm. Maar het is wel het idee, als je dit vastpakt, dat je zeg maar hier ietsjes darmpek ziet. Ja. Yeah. Darmpek komt door een onvolledige vertering die soms te snel en soms te langzaam is. Het is vooral belangrijk om te weten bij welke koeien het speelt. Ja. Nou ja, en als je dit verschil tussen deze twee nu kijkt, dan zeg je eigenlijk die oudmaat koe, bazenrantsoen, zit toch heel veel ruwe zelf. Ja. Die verse koe, die krijgt minder ruwvoer, meer krachtvoer, zit eigenlijk krap ruwe zelf. Hmm. Dus daar zou ik in het rantsoen wel iets aan sleutelen. Ja, ja. Om daar nog dichter bij elkaar te brengen. Ja, dus eigenlijk met andere woorden, je zou iets meer ruwe cels op in de brok willen hebben. Ja. En minder in de basis. Ja. Zien dat de koe nog een broek aan heeft, dus eigenlijk de billen. De billen mooi recht, niet te veel ingevallen. Hoeft ook niet bol te staan, want ze moet wel melk willen geven. Als ze zichzelf van de zijkant wat laat zien, is het belangrijk dat ze natuurlijk hier nog wat vlees heeft. Maar waar we eigenlijk belangrijk naar kijken is de pens. De pensinhoud, is ze vol in de hongergroef? Heeft ze een gevulde pens? Is ze echt bol? Of staat ze hol te kijken? Deze koe staat lekker te hekhouden. Ziet er fris uit. Dus eigenlijk zo wil je ze wel graag zien. Aan het einde van de dag maakt Bert van Asselt de balans op. Ja, eigenlijk zag je op dit bedrijf ook een kuilen die in december kuil 1, 2, 3 op elkaar liggen. Hoog ruw eiwit, vrij onbestendig ruw eiwit, dat had dan wat bestendiger mogen zijn. Maar de kuilen met hoog ruw eiwit, zodat het met mais in dit geval gecompenseerd kan worden om de energiebehoefte te dekken. We hopen dat dit filmpje u handvaten geeft bij het samenstellen van uw rantsoen. We zien u graag terug bij de volgende en alweer laatste aflevering van deze serie over rantsoenen.